De Hongaarse premier Viktor Orbán roept de EU op om de banden met Rusland te herstellen. Dat meldt de Duitse krant Bild, die dan weer een brief van Orbán gericht aan de EU-president Jean-Michel in handen heeft. Naar Stefan Bos, onze correspondent in Hongarije. Stefan, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Ja, en dan hoorden we gisteren nog het nieuws dat de Europese Commissie had aangekondigd een boycott te geven van EU-vergaderingen in Hongarije vanwege Orbans ja. bezoek aan Rusland en China. Vandaag komt Orbán in één keer hiermee. Dat is vast geen toeval, of wel? Nee, dat is zeker geen toeval. Het verbaast me overigens niet hoor dat ze dat doen. Ik denk ook dat veel van die top EU-leiders zich ook wel een beetje ja, in hun hemd uh, gezet voelen. Uh, ze, ze voelen zich ook wel een beetje. Um, ja, eigenlijk opzij gezet door Orbán. Dat zijn natuurlijk ook een beetje egotrippers. Dus, dus dat zal heus wel een rol erbij spelen. Want kijk, ja, je kan zeggen wat je wil. Maar hij is natuurlijk wel degene die ja, beide leiders uh, nu heeft gesproken. Hè, zowel uh, de Russische president Vladimir Poetin als ook uh, Xi Jinping uh, in China. En natuurlijk eerder um, uh, Zelensky van, uh, van Oekraïne. En dan natuurlijk ook nog eens met uh, Donald Trump, hè, waar je al eerder naar refereerde. Dus ja, hij heeft ze wel allemaal in het vizier... En uh, ja, een aantal van die leiders zijn het toch ook wel met hem eens. Dus uh, ja, ze kunnen toch niet om hem heen, denk ik. Maar je zei net, uh, Stefan, uh, ja, het zijn ook egotrippers. Um, maar <laughs> ja. Orbán zet zich hier toch keihard af uh, tegen het standpunt van de EU aangaande Rusland-Oekraïne. Dat heeft vast ook met ego's te maken, maar vooral met dat laatste, toch? Ja, nou, kijk, hij zegt, kijk wat, wat, wat hij uh, zegt. Uh, en, uh, dat, en dat, daar is hij het ook wel mee eens met, uh, met Donald, uh, Donald J. Trump, dat dit gewoon militair niet te winnen is. Hij zegt, we kunnen wel nog meer wapens geven, maar als we kijken nu wat er gebeurt aan de frontlinies, blijft dat toch redelijk stabiel. En hij denkt dat de enige manier om hier uit te komen is, is via de onderhandelingen. Nou, en inderdaad, jij gaf het zelf ook al aan, als we dan kijken. Waar het waarschijnlijk de Amerikaanse verkiezingen naartoe gaan. Nou ja, als uh, Trump het inderdaad wordt. Mm. Ja, dan gaan er gewoon nog meer wapens naar, uh, naar, uh, minder wapens naar Oekraïne. Het is denk ik ook niet voor niks dat uh, Zelensky nu al voorstelt om een vredesconferentie te hebben in, uh, in november. Uh, waar dan ook uh, Rusland bij uh, betrokken zou zijn. En ik denk dat hij daar ook gesproken, uh, over gesproken heeft met, uh, met premier Orbán. Die uh, trouwens ook bereid is, althans namens Hongarije, om eventueel een rol te spelen bij die hele bemiddeling. Hij zegt wel dat, ook in die brief hè, dat Trump dat uiteindelijk moet doen. Mm -hmm. Maar ik denk dat op de achtergrond zeker Orbán daar ook bij betrokken is op dit moment. Ja, wat is uh, Stefan over, uh, die brief, hè, waarin hij zegt: ja, Donald Trump is de bemiddelaar. Maar hoe ziet Orbán zijn rol zelf dan nog? Want je, je hint net al van, hij zou ja, zelf ook wel iets ja. willen doen, maar Trump ja. moet het doen. <laughs> Ja, precies. Nou ja, kijk, hij wil zichzelf natuurlijk ook op de, op de kaart zetten. Want hij, uh, hij wil ook niet dat uh, dat hele Hongaarse voorzitterschap. Uh, waar, eh, overigens, die, die boycott, uh, ja, die had ik ook wel verwacht, sowieso. Want men is toch ook al kwaad over de rechtsstaat hier en zo. Dus dit komt er nog eens een keer bij. Kijk, hij wil dat die hele, uh, dat hele voorzitterschap natuurlijk niet helemaal in rook opgaat. Dus ik denk dat het voor hem ook een manier is om uh, van dat voorzitterschap nog maar wat te maken uh, het komende half jaar. Maar hij vindt ook eigenlijk die kritiek die er op hem is ook, ook niet terecht. En dit is wat hij daarover zei. This is the duty I have to do now, because I remain the only Western leader who can have a chance to talk at the same time with Kiev and Moscow. All the others created a situation when. They have no chance to direct communicate with the two main actors, especially with the Russians. Oh hé, hey, maar wacht even Stefan. <laughs> Want dit is wel opvallend ja. dat hij het dus zo zegt. Hij heeft de afgelopen tijd gezegd eigenlijk van, nee, ik ga uh, als gewoon als leider van Hongarije naar al deze wereldleiders toe. Hij hint wel een beetje dat hij dat deed als EU voorzitter, maar in, in deze quote zegt hij eigenlijk gewoon, ja, wij zijn de EU voorzitter, dus ik ja. ben de aangewezen persoon om dit te doen. Ja, precies. Maar kijk, wat hij, wat hij ook zegt is. Ik ben eigenlijk de enige die nog met die uh, leiders allebei kan spreken. En daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Want de laatste keer uh, dat er iemand was, dat was uh, nou, uit mijn hoofd in 2022. Dat was de, was de Oostenrijkse bondskanselier. Die was toen nog uh, ja, bij, bij Trump op visite. Nou, dat, dat leidde tot niets. En sinds die tijd zijn er eigenlijk geen westerse leiders meer naar het Kremlin gegaan. Dus hij is de eerste die daar weer naartoe gaat. En hij zegt: Ja, ik ben de enige die die kanalen nog heeft met het Kremlin. En ja, als we verder willen in dit hele conflict. als we er een einde aan, uh, aan willen maken. Ja, dan zal ik. zal ik toch moeten worden. toch daarbij betrokken moeten worden. Dus, dus dat speelt voor hem wel mee. Ook natuurlijk de bezorgdheid die hij heeft. over de, de Hongaarse minderheid in Oekraïne. dat hij ook waarschijnlijk moeten vechten aan het front. dat speelt ook nog een rol. Dus hij heeft ook wel persoonlijke belangen bij. Mm -hmm. Maar ja, hij ziet het echt als. als de manier om uit deze oorlog te komen op dit moment. Dankjewel Hongarije-correspondent Stefan Bos.